Oké, Jens. Eet straks tarrebot, kreeft, schorseneren. Toch een mooie winterse groente. Super lekker. Ik vind het ook een smaak van vroeger bij mijn oma en opa. Vroeger. Ja. Komt dat ook vaak op tafel. En vaak waren dan die schorseneren net iets te ver gekookt. Dat was iets minder, maar dat nog wel een beetje bijt heeft. En met die smeuïge crème die er rond zit. Ja. Oh, is mega. Het is wel een kut karweitje om het om schoon te maken, dus dat karweitje even aan jou. Dus in dat mooie witte plombakje van je ma gaan we het tafereeltje doen. Dus je mag ze in principe allemaal gewoon goed afspoelen. Ja. Dat de meeste aarde er vanaf is. Ja. Nee, zo. Dan kan je aan mee starten. Je zult wel een hele oude vendant aftrekken. Als hij dit nog in zijn broek had, allee, dan mag hij toch niet klaar, nee. Mijn vingers zijn nog altijd oranje van die schorseneer. Geef veel af, hè. En ook, dat plakt zo waanzinnig. Dus daarom, ik begreep in het begin niet waarom je zei, ja, maar dat is een vies werkje. Yeah. En ik dacht, dat valt toch reuze mee, wat een beetje aarde daarvan doen. Maar nu snap ik het, daar ga ik 3 dagen mee rondlopen. Nee, maar stel je voor dat je 10, 15 kilo moet doen. Dus het blak eraf. Door midden. Ja. Kun je het water hier. Een klein beetje citroensap in het water. Dan verkleuren ze minder snel. Ik kan dat ook met melk doen. Melk en citroensap. Als je dat gewoon laat liggen, dan wordt dat quasi direct bruin. Ah. En zo blijven ze mooi wit.